Een goede avond, welkom bij Klasse Live. We gaan het vanavond hebben over co-teaching. En we zijn daarvoor te gast in COVI, dat is een secundaire school in Anderlecht. En we zitten meer bepaald in de klas van Lisa en Sophie. Dankjewel dat we hier langs mochten komen vanavond. Lisa en Sophie die zitten hier het komende half uurtje om al jullie vragen over co-teaching te beantwoorden. En zo zijn er blijkbaar heel wat, want de afgelopen week kregen we al een massa vragen en leuke reacties binnen op onze posts over co-teaching. Maar jullie kunnen dus de hele tijd nu live op Facebook jullie vragen stellen aan Lisa en Sophie. Maar misschien moeten jullie eens beginnen met te vertellen waarom jullie sinds het schooljaar begonnen zijn met die co-teaching. Sophie. Ja, en wij hebben eigenlijk in onze school gemerkt dat onze leerlingen eigenlijk heel diversiteit toonden en dat we eigenlijk nood hadden aan een andere aanpak. Ons lesgeven van deze tijd was eigenlijk niet meer, ja, dus wij konden die eigenlijk niet meer de goede leerstof aanbieden of op een gepaste wijze dat aanbieden. Wij merken en je merkt ook wel aan de leerlingen dan? Ja, yeah. Dus zijn leerlingen van het M-decreet dat wij hier binnenkrijgen, van BLO. Mm-hmm. Dus eigenlijk elke leerling heeft wel een specifieke aanpak nodig. Ja. Ja. Mm-hmm. En je voelt dat die co-teaching daar dan aan tegemoet komt, omdat je beter kan differentiëren door het feit dat je met twee bent dan? Ja, inderdaad. We kunnen veel meer inspelen op de verschillende noden van de leerlingen. Ja. Niet alleen omdat er één iemand kan lesgeven en de andere kan begeleiden, maar we kunnen ook veel gemakkelijker werkvormen toepassen, waarin dat wij bijvoorbeeld in groepjes werken of één of twee leerlingen apart nemen die extra uitleg nodig hebben. Ja. Oké. Okay. Er is al een eerste vraag binnen ondertussen van Jannik. Die vraagt van, ja, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Hadden jullie twee klassen die jullie samen hebben gezet? Of... ja, hoe was het vorig jaar en hoe is het nu? Wat is het verschil? Inderdaad, vorig jaar waren we eigenlijk met twee klassen, dus 1BA en 1BB. Okay. En we hebben die nu dit jaar samengezet. En wij staan er al met twee leerkrachten voor. En eigenlijk onze derde leerkracht ook nog, BA. Juist. Ja, onze lieve leerkracht. Die er vanavond niet bij kan Ja, spijtig genoeg. Ja, mm-hmm. Inderdaad. Oké, okay, maar jullie zitten dus eigenlijk met heel die groep nu. Dus één groep waar jullie met twee leerkrachten staan. Dus jij bent er altijd gedurende de 12 uur PAV. Klopt. En dan 6 uur heb je Sophie bij jou en 6 uur heb je Bea bij jou. Zo moeten we het begrijpen. Ja, he? Klopt. Okay. En we hebben ook wel het geluk dat die twee klassen samen, dat dat eigenlijk nog niet zo'n heel grote groep is. Hoeveel leerlingen zijn het? Op dit moment zijn het er 15. Maar ja, de bedoeling is dat het zou groeien volgend jaar naar een groep van 2 1B-klassen. Mm-hmm. Dus twee klassen van ongeveer 11 leerlingen, samen 22 leerlingen. Okay. En dat is echt nog wel beheersbaar. Ja. Oké. Okay. Goed. Een vraag van Annelot. Verdelen jullie de lessen? Is er iemand die een bepaalde leerstof geeft en iemand anders de andere leerstof? Of hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Wij proberen dat een beetje te verdelen, maar ik denk dat het ook gewoon hoe het aanvoelt. Wij hebben ieder onze specialiteiten, wij hebben ieder onze vakkennis. Dus ik denk dat dat een beetje ook aanvoelen is. Dus het is niet zo dat jij altijd degene bent die de instructie geeft, bijvoorbeeld? Nee, en dat jij dan degene bent die... met groepjes gaat werken, dat kan wisselen. Dat kan wisselen, inderdaad. Wij werken vooral thematisch, hè, omdat wij PAV geven. Werken wij nu bijvoorbeeld met het thema verkeer en veiligheid. We gaan samen op voorhand brainstormen welke clusters gaan daarin allemaal aan bod komen. Als dat gaat over iets wiskundig bijvoorbeeld, kijken wij vaak naar Sophie om dat uit te werken. Naar Bea als het over iets van taalvaardigheid gaat. Okay. Maar dat wil dan niet zeggen dat Sophie die les gaat geven. En het kan ook zijn dat ik die les maak en dat Sophie daar feedback op geeft. Ja, oké. Okay. Goed. En jullie zitten dus allemaal samen in dit lokaal. Want Katrien die vraagt, hoe groot is het lokaal? Ja, dat kan je misschien op het scherm natuurlijk niet zo goed zien. Nee. We zitten achteraan in de klas eigenlijk nu. Kan je dat even beschrijven, hoe jullie lokaal er nu uitziet? Goh, ja. Wij hebben een gedeelte waar dat we eigenlijk altijd een U-vorm maken. Dus eigenlijk een rechthoek waar dat we een U-vorm maken met daarin de leerlingen. Ook nog een stuk of 4, 5 leerlingen dat daar in het midden zitten. En dan hebben wij ook bijvoorbeeld, normaal hierachteraan, hebben wij dan een ronde tafel waar dat wij onze vertelronde houden. Elke maandagochtend, het eerste uur. En dan ook nog een keer een reflectiemoment op het vrijdag, op het laatste uur. Ja. We hebben bijvoorbeeld hier ook een zetel eigenlijk voor te lezen. Een leeshoekje, inderdaad. Maar vooraan hangt dus echt wel nog een smartboard ook, want er wordt ook nog wel degelijk instructie gegeven. Hè? Ja, klopt. We hebben wel geluk met het lokaal. Het is wel een vrij groot lokaal. Is het een voorwaarde? Is dat echt nodig? Want ik denk in veel scholen dat die infrastructuur... Ja. Je hebt heel gewone standaard klassen. Ja. Kan je dat daar ook gaan doen? Nu, ik denk dat het zeker wel handig is om een heel groot lokaal te hebben.
Maar bijvoorbeeld, stel dat je zou zeggen, we gaan twee klassen samenvoegen van 20 leerlingen. Je zou met 40 leerlingen zitten. Ja. Een lokaal waar 40 leerlingen in passen. Ik denk dat niet elke school dat heeft. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het ook perfect mogelijk is om te zeggen, we nemen twee klaslokalen die naast elkaar zijn. Die deuren staan open en de leerlingen mogen van lokaal naar lokaal gaan als het van ene hoek naar de andere is, bijvoorbeeld. Ja, ja. Creatief zijn, vermoed ik. Ja, je hoeft niet noodzakelijk afbraakwerken of zo te gaan doen. Het is geen must. Het is geen must, maar het is wel handiger, ja, denk ik. Ja, zo. Ja. Ja. Ja, wij hebben het geluk dat wij een subsidieaanvraag hebben gedaan, okay, en dat we dat ook hebben binnengekregen, mm-hmm, waardoor dat wij wel stappen kunnen zetten om ook qua infrastructuur wat te doen. Dus ik denk dat dat ook zeker een aanrader is. Ga op zoek, er zijn genoeg manieren om subsidies binnen te krijgen als het gaat over onderwijsvernieuwing. En wij gaan dan nu investeren in de infrastructuur van ons lokaal. Ja, omdat jullie er ook verder mee aan de slag gaan, hè, met die co-teaching. Ja, nu is het alleen de 1B-klas, maar jullie hebben wel een heel traject dat jullie nog gaan lopen. Hè, ja, inderdaad. Het is de bedoeling eigenlijk dat wij dat doortrekken over heel onze school, eigenlijk over al de jaren, zelfs tot het 7e jaar. Mm-hmm. Dus de 1B's die zijn daar nu mee begonnen. Zij gaan verder in 2B tot ons 7e jaar. En dat eigenlijk gaan we zo onze co-teaching teams eigenlijk gaan samenstellen over die jaren eigenlijk. Ja, ja. Ja. Totdat de hele school daar eigenlijk mee bezig is. Ja, ja, dat is de bedoeling. Goed. Een heel andere vraag van een heel praktische aard is binnengekomen van Lien. Naar de voorbereidingen toe. Hoe doen jullie dat? Hoe doen jullie dat samen? Ja, daar gaat heel, heel veel werk in. Ja. Mm-hmm. Meer dan dat je alleen voor de klas ja, staat. Ja, je zou zo denken dat dat minder zou zijn. Ja, maar we hebben wel ondervonden dat dat echt wel een pak meer werk is. Nu hebben we het onszelf ook een beetje aangedaan door te zeggen, wij schaffen de boekjes af. Dus we hebben geen methodes, we hebben geen boekjes waar we op baseren. Wij ontwikkelen alles zelf. Eigen materiaal. Mm-hmm. Ja, het nadeel is daarvan dat daar veel werk kost, maar het voordeel is wel dat we nu echt heel tevreden zijn met ons materiaal en dat het zich echt leent om te kunnen co-teachen. Ja. En wanneer, mag dat eens concreet, wanneer doen jullie dan al dat werk? Gebeurt dat op school of is dat thuis en met elkaar communiceren? Hoe doen jullie dat? Een beetje een combinatie. Hè? Ja. Op maandag hebben wij een uur dat wij eigenlijk samen vrij geroosterd zijn. Daar hebben wij ons overleg en dan vergaderen we van kijk, wat gaan we in dat thema zien? Wie doet wat? Wat ligt u? En dan proberen we dat thuis uit te werken. En dan gaan we via mail, Facebook, sms, telefoon. Ja, een beetje bespreken. Okay. En is daar dan één iemand die daar een beetje de coördinatie op zich neemt? Ja. Of is dat echt mooi verdeeld over jullie drie? Hoe gaat dat? Vooral Lisa. Dat is voor Lisa, ja. Ja, op zich hebben we wel dezelfde verantwoordelijkheid. Het is niet dat ik de baas ben of meer te zeggen heb. Mm-hmm. Maar omdat ik die 12 uur sta, is dat een beetje automatisch gegroeid dat ik ook zo'n beetje coördineerde. Bijvoorbeeld dat maandaguurtje dat we dan hebben, dat is heel weinig. En ik moet echt zien dat die agenda goed voorbereid is of wij geraken er niet. Ja. Ik communiceer ook heel veel. Ik stuur mailtjes van kan jij dit doen of ik spreek aan in de gang. Dat wil niet zeggen dat ik meer te zeggen heb, hoor. Maar ik denk wel dat dat handig is. Dat er één iemand is die zo'n beetje het overzicht... Bewaart. Ja. Ja. Dat is wel nodig. Okay. Ja. En trouwens, over dat uurtje, dat zou ik wel zeggen dat dat echt een voorwaarde is. Een overleguur en eigenlijk minstens, een uur te weinig. Het is eigenlijk veel te kort. Eigenlijk wel, Dus dan moet je toch voor zorgen dat dan het lessenrooster dat een beetje op elkaar is afgestemd. Wij dromen zelfs van een gemeenschappelijke namiddag bijvoorbeeld, om niet alleen te kunnen voorbereiden, maar ook samen te evalueren. Eigenlijk alles te doen. Ja. Dus dat kan wel een beetje puzzelen worden dan, maar dat is... Dat is niet jullie job, dan die puzzel samen. Nee, inderdaad, gelukkig. Dat hebben we toch maar gezegd. Ja, dat is waar. Mieke die vraagt iets over evalueren. Gebeurt dat anders dan vroeger, de leerlingen evalueren? Hoe doen jullie dat? Wij zijn nu bijvoorbeeld heel hard bezig over spreekvaardigheden. En wij zijn daar heel hard op aan timmeren van dat zij een goede presentatie kunnen geven. Het is veel gemakkelijker bijvoorbeeld om een presentatie te evalueren met twee. Je kan bijvoorbeeld zeggen, oké, jij gaat kijken op de inhoud en de ander gaat meer gaan kijken op hoe staat hij daar, zijn houding en zijn presentatie, hoe dat hij het eigenlijk juist doet. Ja. Dat is een heel groot voordeel daarvoor. Ja. En voor de rest kunnen wij gemakkelijker zeggen, als het echt iets een toets of een taak is, kunnen wij gemakkelijker verdelen. Dat verlicht het werk dan weer wel een beetje. Ja. En omdat wij PAV geven in 1B, doen wij ook aan permanente evaluatie. Dus moeten wij ook zo meer... Door te observeren, evalueren. Bijvoorbeeld, kunnen zij aan contractwerk werken? Kunnen zij plannen? Kunnen zij verantwoordelijk zijn? En dat is meer door observatie. En dat is wel gemakkelijker om te doen als je... Als je met twee bent. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Is er dan eigenlijk
al een positief effect te zien op de leerlingen. Maggie vraagt, hebben jullie al effectief leerwinst geboekt? En kan je dat ook aantonen met een voorbeeld? Of voel je dat? Of zie je dat in de resultaten? Ik denk ook, we waren daarnet ook aan het spreken over een presentatie geven. Wij merken gewoon dat die daar al heel veel ervaring hebben durven opdoen. En ook gewoon met de vertelronde, dat wij elke dag, eigenlijk in het begin van de week gaan samenzitten, mm-hmm. dat zij spreekdurf ook hebben. Mm-hmm. En dat is een heel meetbaar instrument, denk ik al. Ja. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat het moeilijk is om te zeggen hoeveel leerwinst dat ze maken, want je kunt moeilijk de toetsresultaten van dit jaar met vorig jaar vergelijken, mm-hmm. want het heeft met zoveel mm-hmm. meer te maken. Wat ik wel met bijna 100% zekerheid kan zeggen, is dat het op welbevinden wel een heel groot effect heeft. Ja. Wij kunnen veel meer aandacht geven aan bijvoorbeeld groepsdynamiek, aan hoe een leerling zich voelt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, we hebben een leerling en elke les ongeveer doet hij even naar iemand van ons, doet hij zo. En dan moeten we eventjes gaan praten met haar, omdat hij dat elke dag eventjes nodig heeft om te praten over ruzie dat ze gehad heeft of iets van thuis of zo. En dat gaat niet als je alleen in de klas bent. Ja. Mm-hmm. Maar die weet, straks heb ik bij co-teaching en dan kan ik dat eventjes aan een leerkracht kwijt. We hebben ook een heel, ik ga niet zeggen moeilijke klas, maar het is wel een heel drukke klas met heel veel karakters in de klas. Mm-hmm. Ik merk echt wel vooruitgang. Dat is een hele strubbeling geweest, maar omdat we daar als co-teachers heel hard op hebben kunnen inzetten, samen nagedacht van hoe gaan we dat aanpakken, dat dan doen, dat evalueren, merken wij nu dat dat echt een heel toffe klas is. Het is niet dat je zegt dat het ook drukker wordt door het feit dat je aan het co-teachen bent en het dus soms misschien een beetje chaotischer verloopt? Of dat het voor sommige leerlingen te druk is of zo? Die zijn dat zo gewend. Nee, die zijn dat gewoon, ja. Ja. Mm-hmm. Ik denk ook dat dat een zachtere overweg is van je lagere school naar ons secundair eigenlijk. Mm. Je staat daar met twee, je kan ze meer zorg bieden. En dat is eigenlijk onze bedoeling. Ja, mm-hmm. Oké. Goed, de vragen komen heel veel binnen hier, maar ik wil toch nog eventjes herhalen voor de mensen die misschien nu pas op Facebook afstemmen. Je kan dus nog zeker 20 minuten ongeveer je vraag live stellen op onder het filmpje. Gewoon je reactie intippen en dan proberen Sophie en Lise daar zo goed mogelijk op te antwoorden en jou verder te helpen met jouw plannen rond co-teaching. Ik zie hier een vraag van Lien. Je hebt het daarnet misschien al even aangehaald, Lisa. Jullie zitten nu maar met een iets kleinere groep van 15 leerlingen. Zou je dit ook jezelf zien doen met een klas van 40? Ja, in het gewone onderwijs ook? Ik had die vraag op voorhand ook zien. Ja? Ik denk dat dat een vraag is dat veel mensen hebben. Ik heb daar eens over nagedacht. Want wij hebben natuurlijk wel een luxe positie, omdat we maar een kleine klas hebben. Ik denk dat co-teaching niet hetzelfde hoeft te zijn voor elke klas. En ik denk dat je per klas, per leeftijd, per richting, per vak moet nadenken hoe dat je co-teaching goed kan implementeren. Bijvoorbeeld, ik zou het perfect mogelijk zien dat een derde graad secundair in het vak PAV of onderzoeksvaardigheden of zo een taak krijgt dat die zelfstandig aan het werk moeten en dat twee leerkrachten in een lokaal met 40 leerlingen rondloopt en helpt enzovoort. Ja. Wat ik moeilijker werkbaar zie, is één klas waar 40 leerlingen op een bank zitten en naar een bord moeten kijken en dat daar dan twee leerkrachten staan. Daar zou ik het voordeel niet gaan inzien. Nee. Maar er zijn natuurlijk heel veel vormen van co-teaching. Ja. Je moet een beetje aanpassen aan je groep, zeg je dan eigenlijk. Ik denk dat de eerste stap al zou zijn, stel dat er bijvoorbeeld twee leerkrachten Nederlands in de derde graad aan 6A en 6B lesgeven, in plaats daarvan dat die zouden zeggen, wij gaan samen ons lessen voorbereiden. En jij doet een deel en die ander doet een deel en die groepjes wisselen. En we denken goed na over hoe dat we de groepen indelen. Dat hoeven niet per se 6A en 6B te zijn. Ja. Dat is al een eerste vorm van co-teachen. Mm-hmm. Dat is niet wat wij doen, maar dat is misschien meer aangepast op die groep. Ja, ja. Kenden jullie elkaar eigenlijk al goed voor jullie met co-teaching begonnen? Dat vraagt Chiara bijvoorbeeld. Want, laat ons zeggen dat we elkaar nu veel beter kennen. Ja. Dat is een voordeel aan co-teachen. Uh-huh. Maar ik denk niet dat een van ons zoiets had van, dat gaat niet lukken. Ja. Is het een voorwaarde om te beginnen met co-teaching? Moet het iemand zijn met wie het toch wel al een beetje klikt, waar je toch wel een connectie mee hebt? Ik denk dat wel. Ja. Ik denk dat het ook het belangrijkste is dat de personen die eraan meedoen, ook al is dat niet vanaf het begin je beste vriendin of zo, dat hoeft ook niet, maar er wel voor open staat om feedback te geven, feedback te aanvaarden, compromissen te maken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Zo'n beetje een professionele houding naar elkaar toe. Ja. En het helpt inderdaad wel dat wij gewoon echt goed met elkaar overeen komen. Inderdaad. Oké. Nu, nog even terugkomen wat je daarnet zei, van dat opsplitsen van in twee groepen, maar wel in éénzelfde lokaal. Mm-hmm.
Ja, dat is heel praktisch, maar stoor je dan elkaar niet? Maakt dat geen lawaai? De ene groep voor de andere, dat vraagt Eva. Dat is natuurlijk te zien welke opdracht dat het is. Wij hebben dat al enkele keren gedaan, dat we ze opsplitsen, maar voor te zeggen dat er echt zoveel hinder is. Ja. Natuurlijk, soms proberen we het ook zo een keer in een ander lokaal te doen, zodat we nadien kunnen switchen. Ja. En dat heeft ook zo zijn voordelen, maar dat is gewoon van opdracht tot opdracht. Ja. En ja, zoals Sophie daar straks zei, ze komen van de lagere school, die zijn dat daar zo gewoon om hoekenwerk te doen en om dat er van alles gebeurt in hun klaslokaal. Dus eigenlijk zijn die daar vrij gewend. Alleen, ik heb niet het gevoel dat dat iets is. Dus jullie gebruiken eigenlijk een beetje, het is een beetje de voortzetting van de werkvormen die ze al kennen van in de basisschool vaak in feite. Okay. Jullie zijn nu twee echte leraren, het vak als leraar. Maar Carla vraagt, kan je ook externe mensen inzetten als, als co-teacher? Bijvoorbeeld nu met het M-decreet worden er mensen die onder de waarborgregeling vallen, die uit het buitengewoon onderwijs komen. Die komen nu vaak terecht als co-teacher in de klas. Ik heb het gevoel dat daar gebeurt co-teaching dat ook, heb je vandaan daar? Komt. Mm-hmm. Ja. Omdat die als GON-begeleiding gaan ingezet worden. Ja. Mm-hmm. En ik denk dat dat een supergrote meerwaarde is. Dat iemand die ervaring heeft, bijvoorbeeld met omgaan met een leerling met autisme, in plaats van bij die ene leerling te zitten, dat die met de leerkracht samen een les zou voorbereiden. En bijvoorbeeld een kritische blik zou hebben op niet alleen die ene leerling, maar is die les aangepast aan die leerling? En komt dat op de goede aan al de rest? Mm-hmm. Dus ook in het basisonderwijs met de zorgcoördinatoren is dat misschien dan zo. Terwijl die vroeger misschien meer leerlingen uit de klas haalden, dat die nu misschien meer dan in de klas kunnen gaan werken. Ja. Ik weet niet of dat bedoeld wordt met externe. Ik denk het wel. Er stond de waarborg, mensen van de waarborgregeling, GON-begeleider, stond er expliciet zo bij. Ik denk dat dat een prachtige kans is. Ja, ik denk dat wij ook heel veel kunnen leren van mensen die uit het buitengewoon onderwijs komen. Ja. Okay. Ja, een vraag die ook al een paar keer is opgedoken deze week. De vraag en de reden misschien waarom sommige scholen nog wat terughoudend zijn om aan co-teaching te doen, die komt van Geert. Hebben jullie extra uren gekregen om aan co-teaching te beginnen? Of doen jullie het met dezelfde omkadering dan de vorige jaren? Goh, goed dat dat juist is. Ik denk het niet eigenlijk. We hebben eigenlijk geen extra uur gekregen, want het zijn gewoon die twee klassen dat we samengezet hebben. Dus daar staat elke keer een leerkracht voor. Dus. Ja. Jullie waren vorig jaar ook allebei al fulltime hier aan de slag. En dat zijn jullie nu nog steeds eigenlijk. Vroeger was er een 1BA en een 1BB. En ik gaf 4 uur in 1BA en 1BB. En Sophie gaf een BA. Een collega gaf die uren. Ja. Die uren zijn nu gewoon, die blijven hetzelfde. Alleen geven we die samen aan één grote 1B in plaats van twee. Ja. Dus er zijn geen nieuwe uren leraar eigenlijk bijgekomen in het pakket van de school. Hier niet. Ik hoor wel soms van scholen die dat wel doen. Bijvoorbeeld, er is een school die bijvoorbeeld gekozen heeft om aan Nederlands een vak is dat belangrijk is bij hen, omdat de leerlingen daarop uitvallen, dat ze daar, ik denk, gokuren of zo, om een leerkracht een paar uur per week samen in de klas te zetten voor schrijftaken bijvoorbeeld. Ja. Omdat dat wel handig is dat je leerlingen echt individueel kan ondersteunen. Dat kan wel. Ja. Dus dat ze bepaalde gekleurde uren dan gaan inzetten voor die, die co-teaching eigenlijk. Goed. Karen die vraagt, hoeveel uur per week staan jullie samen voor de klas? Wij twee staan 6 uur samen. En dan Lisa staat ook nog een keer 6 uur samen met Bea. Ja. Dus in totaal staan we eigenlijk al 12 uur in co-teaching. Ja. Ja. En de andere leraren hier op school, dus die ook lesgeven aan 1B, die doen het op dit moment nog niet. Het is nog enkel niet voor het vak PAV. Ja. Ja. Maar dat is wel dan de bedoeling ook naar volgend jaar toe? Volgend jaar zou het vak plastische opvoeding er ook bij komen. Gelukkig geef ik dat dan. Dus dat voor mij is dat al een gewente dan. Ja. Wij proberen daar ook nog techniek bij te zetten. Eventueel ook nog Frans, maar dat zijn toekomstplannen. Ja. Ik vind het wel handig om 12 uur aan die klasles te geven. Mm-hmm. Niet alleen omdat wij co-teachen, maar omdat 12 uur wel voldoende is om een leerling echt goed te kennen. Mm-hmm. En dat is ook die zachte overgang van lager naar secundair. Wij kunnen ook, omdat wij co-teachen en omdat wij al die uren hebben, dingen doen zoals een vertelronde. Ja. Op het einde van de week een reflectie over hoe dat de week geweest is. Ja. Kindcontacten bijvoorbeeld, dat wij, terwijl het dan eens bezig is, één voor één de leerlingen naar ons laten komen. Om ermee te praten. Ik ben ook klastitularis en Bea is ook klastitularis. Ja. Waardoor wij ook de klasraad in de hand kunnen nemen. Waardoor wij het contact met de ouders ook verzorgen. Ja. Maar jullie zijn eigenlijk een beetje de proefkonijnen van de school. Als ik het goed begrijp. Hè? Want maar we zijn dat graag. Ja, er is iemand die het vraagt. Hè? Amina die vraagt, van werden jullie door de directie hiertoe verplicht? Of hebben jullie dat helemaal zelf
gekozen of zijn jullie zelf op dat idee gekomen? Zij zijn eigenlijk zelf met de vraag naar ons gekomen van zien jullie dat zitten? En ook zo een beetje ons uitgelegd van kijk, hè, dat zijn de voorwaarden. Allee, voorwaarden. Dat is niet zomaar gemakkelijk om daarmee te starten. Mm-hmm. Eén keer dat we ermee starten, gaan we ook daarmee verder. Ja. Ook al botsen we tegen een muur en we hebben enkele keren tegen een muur gebotst. Maar dat zijn wel de voorwaarden. Ja. Je gaat ervoor en dan... Ja. Maar de vraag is wel vanuit de directie gekomen. Ja. Vanuit de directie, vanuit het onderzoekend team. Ja. Jullie hadden een team dat eigenlijk heeft nagegaan van hoe kunnen we tegemoetkomen aan het feit dat die leerlingen niet meer zo gemotiveerd zijn. Hoe kunnen we dat anders aanpakken? Ja, en jij zat in dat team. Ja. We zijn bijvoorbeeld ook naar de school in Diest gegaan, ook een middenschool. Ja. De Prins van Oranje was dat. Dat zagen wij direct zitten, die aanpak, de omkadering. Ja. Vond je dat een meerwaarde om eens ergens anders te gaan kijken van hoe doen ze dat hier? Ja, zeker. Ja. En we zijn ook naar het Atheneum van Herzelen gegaan. Mm-hmm. Zowel Prins van Oranje als Herzelen staan heel ver al op vlak van infrastructuur, op vlak van hun werkwijze. Ja. Daar willen we naartoe. Ja. En dat is heel leerrijk. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Kan ik me voorstellen. Dat is heel tof. Ja. Stien die vraagt, wordt er veel zelfstandig gewerkt door de leerlingen of wordt er toch ook nog frontaal lesgegeven? Hoe pakken jullie dat aan? Kan je zo'n een les beschrijven? Goh, dit is zo'n beetje een oefenfase, het introduceren. Wij hebben er juist voor gekozen om echt te werken op onze bundels. En volgend jaar zouden we meer willen naar dat zelfsturend gaan. Dus dat ze eigenlijk echt hun leren inschalen. Wij proberen nu al kleine oefeningsjes daarvoor aan te bieden. Maar nog niet echt dat ze zeggen van in de week, ik moet deze planning zeker afgerond hebben. En met zichzelf inschalen bedoel je van, ik kan dit alleen aan, ik heb hiervoor hulp nodig? Ja, inderdaad. Ze proberen onder te verdelen in drie groepen van een leerling dat heel veel hulp nodig heeft, instructie nodig heeft, persoonlijke begeleiding. Ja. Een leerling dat bijvoorbeeld dan minder hulp nodig heeft, af en toe een keer een vraag kan stellen. Mm-hmm. En dan een derde groep eigenlijk, dat eigenlijk zegt, ik kan dat goed, ik wil daar zelfstandig aan werken aan deze opdrachten. Ja, oké. Okay. Ja, en het... We merken ook wel dat we gemakkelijker neigen naar zo'n zelfsturende werkvormen. Omdat co-teaching, dat is gewoon een beetje belachelijk. Als je de hele dag gewoon met twee voor een groep zou staan, dan haal je daar niet alles uit. Dus wij merken wel dat wij gemakkelijker neigen naar hoekenwerk of naar contractwerk of zelfstandig werk. Omdat dat zijn zo werkvormen die je wel altijd wil toepassen. Maar als je alleen voor een groep staat, ik zeg maar eens profius. Dat kan zo mislopen, dat kan zoveel gebeuren met twee. Het is allemaal veel gemakkelijker, het is allemaal veel rustiger ook, omdat je gewoon met twee rondloopt om dat een beetje in de gaten te houden. Ja. Dus dat doen we meer en meer. Ja. En leerlingen leren er dus echt wel veel zelfstandiger ook door werken aan. Ja, zeker. Ja. Okay, goed. Er is iemand die het planningsbord heeft opgemerkt dat hier achter jullie hangt. Stien die vraagt, wat vermelden jullie daar juist op en hebben de leerlingen daar ook iets aan? Of is dat echt iets dat puur voor jullie als leerkrachten is? Nee, hoe zetten jullie dat in, dat bord? Elke maandag kijken we ook bijvoorbeeld, zij weten al, het eerste uurtje is bijvoorbeeld ingeroosterd als vertelronde. Ja. Dan mogen de leerlingen echt vertellen van, oké, dit heb ik meegemaakt dit weekend, ik wil daar graag over vertellen of niet graag. Ja. En dan weet je ook een beetje waar dat in beginsituatie is voor deze week. Dan gaan we dan met hun overlopen van, kijk, deze week gaan we starten bijvoorbeeld aan verkeer. Wat gaan we daar doen? We gaan ons contractwerk verbeteren. Of wij gaan hoekenwerk laten plaatsvinden op dinsdag. Dat zij zeker elke dag ook weten van oké, dat staat er op de agenda, want zij hebben een houvast nodig. Ja. Zij moeten weten wat er gaat gebeuren, dat merken we wel aan onze leerlingen. Ik kijk daar vaak naar. Ja. Ik merk dat wel dat die zo... Of dat die dan zo zeggen, mevrouw, het is wel al derde lesuur, we moesten wel al begonnen zijn met ons morgen. Ja, time watchers. Ja. En ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar zo helemaal voor de mensen die daar rechts, denk ik. Hangen wij daar zo icoontjes bij om te tonen. Dus het lesonderwerp staat erbij, maar dan ook het icoontje dat aanduidt wat voor een les het gaat zijn. Wiskunde, Nederlands, luisteren enzovoort. En ook de icoontjes van welke werkvorm het gaat zijn. Ja, precies. Inderdaad. Ja. Okay. Ja, maar dus ze kennen dat ook echt wel, die symbooltjes. Ja, gaat dat een hoekenwerk zijn? Ja. Dan gaat één leerkracht die les geven of gaan we in twee verschillende klassen? Oké. Super. Goed, het is al tijd voor de laatste vraag. Ik ga de vraag van Helene eruit pikken. Zij vraagt, voor jullie begonnen met het project, welke voorbereidingen hebben jullie gedaan? Bij ons is het een beetje heel kort op de bal spelen geweest dit jaar. We hebben vrij weinig tijd gehad om alles voor te bereiden.
waardoor dat we er zo'n beetje zijn ingegooid. Maar we hebben bijvoorbeeld vergaderingen ervoor gehad in de vakantie. Een mm-hmm. keer goed, hè, wat willen we overlegd met, wat gaan we met ons lokaal doen? Mm-hmm. Maar er is wel door dat onderzoekend team wel heel veel werk vooraf gedaan. En wat is dan nu eigenlijk co-teaching en wat zijn de voorwaarden enzovoort. Ja. Dus dat werk is wel allemaal gedaan. Mm-hmm. Wij zijn er inderdaad een beetje Jullie wisten pas heel laat dat jullie met z'n drieën echt gingen gaan co-teachen. Ja. Is dat een beetje een valkuil? Dat is een valkuil, dat is nu wel goed gekomen bij ons. Hè? Gelukkig. Maar dat is nu wel iets dat ik kan aanraden. Ja. Stel dat je dat beslist om het te doen, neem daar ruim voldoende de tijd voor. Ja. En beslis niet, nu na de paasvakantie, volgend jaar doen we dat. Neem daar echt de tijd voor. Bijvoorbeeld om eens met elkaar aan tafel te zitten en gewoon eens te zeggen, wat is voor u een ideale les? Of wat is voor u belangrijk in de klas? Of wat is voor u co-teacher? Wat versta je daaronder? Wij hebben dan een beetje overgeslaan en daardoor zijn wij soms in misverstanden terechtgekomen van ik heb dat zo gezien of bij mij mogen ze helemaal niet op hun gsm in de klas of zo van die dingen. Dus ik zou dat wel aanraden om dat te doen. Ja. Maar jullie merken ook, ook als je dat niet doet, het is gewoon een kwestie van te springen en dan onderweg heel veel te praten en te evalueren. Dat is wel heel belangrijk, met elkaar communiceren. Oké, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Hè? Maar ik hoor dus vooral, durf eraan beginnen. Ja. Goed, dan wil ik graag jullie bedanken voor het kijken en voor de vele vragen. Ik zie dat er nog een heel aantal vragen is dat we niet kunnen beantwoorden hebben, maar geen nood. We gaan nog met Lisa en Sophie napraten en op de website klasse.be komen die vragen en de antwoorden erop zeker de komende dagen online. Bedankt voor het kijken en tot een volgende livestream.